verwondering en muziek. Daar ga ik het vandaag over hebben. Neem me niet kwalijk dat ik begonnen ben met jullie een beetje te plagen. Want wat jullie daarnet hoorden is voor mij geen muziek, maar muzak. Muzak is die achtergrond die je in alle winkels te horen krijgt. En die heeft maar één bedoeling, namelijk u zoveel mogelijk aanzetten om te consumeren. Maar gelukkig gaan we het daar vandaag niet over hebben. Ik wil u meenemen in mijn verhaal over passie in muziek. En voor mij is dat het orkest. Een orkest, wat is dat eigenlijk? De muzikanten komen een kwartier voor de voorstelling binnen, die gaan zitten en het concert begint. Was het maar zo eenvoudig. Er zit een hele machinerie achter, waarbij dat elk onderdeel bepalend is of we tot verwondering kunnen komen. Eerst en vooral heb je het maken van een programma. Een programma stel je samen en moet aangenaam zijn voor de luisteraars, maar moet ook aangenaam zijn voor de muzikant. En een keer dat je weet wat je gaat spelen, daarom heb je de partituren nog niet, dan begint de zoektocht naar de partituren. De volgende stap is het plaatsen van de muzikanten. Ik toon jullie eventjes een beeld van hoe de mensen plaatsnemen in het orkest. Je ziet enerzijds de strijkers, die zitten vooraan. Daarachter komen de blazers, die zijn onderverdeeld in de houtblazers en de koperblazers. En achteraan zit het slagwerk. En daartussenin vind je nog de harp en de piano. Uiteraard is er dan nog de rol van de dirigent, die het geheel moet leiden, die de repetities moet leiden, die de solisten moet ondersteunen en ruimte en vrijheid geven. En dan is er nog klank en licht uiteraard. En dan gebeurt het. Als al die dingen perfect samenvallen, als die 80 mensen op het puntje van hun stoel zitten bij de première, dan gebeurt dat magische moment van de voorstelling. Ja, tijd om u mijn lievelingsmuziek te laten horen. U hoort Dvorak 9e symfonie, maar het tweede deel. Het tweede deel met dat heel bijzondere instrument, de Engelse hoorn. U ziet, dat is geen koperblazer, maar dat is eigenlijk familie van de hobo. Heb je het gevoeld? Werd je er net als ik heel stil van? Wel, dat is die verwondering waar we het over hebben. Wat een prachtige vorm van samen muziek maken. Wat zijn nu eigenlijk de parameters waarmee muziek gebouwd wordt? Die universele taal die alle muzici samenbrengt. Ja, wij hebben daar natuurlijk de partituur voor. De partituur is onze gids. En die gids vertelt ons het volgende. Eerst en vooral heb je de noten. Zoals je weet werken wij met notenbalken en hoe hoger het bolletje staat, hoe hoger de noot. Hoe lager de muzieknoot staat, hoe lager de noot. Dat is heel simpel. Maar dan komt daar nog ritme bij. En die ritme wordt maat per maat opgebouwd, verdeeld in de tijd.
En de muzici moeten zich daar perfect aan houden. Je krijgt dus hele noten, halve noten, kwartnoten, zestiende noten. En iedereen weet op welk moment dat hij een zak moet spelen. En dan beginnen al die muzici samen te spelen. Maar dan komt de juistheid eraan. Zit elke noot op de juiste toonhoogte? Is alles op de juiste manier gespeeld? Dat zijn de oren, waarbij dat niet alleen de dirigent, maar ook de muzici onder elkaar voortdurend aan het communiceren zijn. En dan is er een tempo. Je kan hele trage tempo's kiezen, maar je kan ook heel snelle tempo's gaan. En dan heb je de balans. De balans wil zeggen, op welke manier gaan de muzikanten zich ten opzichte van elkaar positioneren? Op het ene moment moet de solo trompet luider klinken. Op het andere moment moeten de strijkers op de voorgrond komen. Dus die balans varieert elke minuut na minuut, elke maat na maat. En dan moet je natuurlijk in de juiste stijl spelen. Want er is ook nog zoiets als een stijl. Klassieke muziek ga je anders gaan spelen dan romantische muziek, dan hoogromantische muziek. Of jazz, of pop, of rock. Je moet dus ook nog eens het juiste stijlbesef hebben. En dan tot slot ga je kleuren. We gaan kleuren, we gaan schilderen, we gaan dat schilderij maken en we gaan doorheen dat ganse orkest de zaken in kleur zetten. En dan op het podium zelf komen er nog drie dingen bij. Eenmaal je live bezig bent, dan ga je die interpretatie nog eens gaan erbij doen. Interpretatie betekent de manier hoe ik voel hoe bepaalde zaken gebeuren. Dus de solist gaat zijn interpretatie geven van die noten die op papier staan. Die noten als het ware levendig maken. En heel eigenaardig, in een podium zelf, op het podium, is er ook nog een bepaalde sfeer. Sommige zalen hebben iets meer galm dan andere zalen. En afhankelijk van de sfeer en de inspiratie van het moment, zal je merken dat een concert in de ene concertzaal anders klinkt dan in de andere concertzaal. Dit zijn de belangrijkste parameters waarbij orkestmuzici samen musiceren. Rest ons nog één ding. Wat kan jij als luisteraar doen om zelf te groeien in het begrijpen van klassieke muziek? Welke rol kan jij daarin spelen om je eigen luisterervaring te verbeteren? Wel, er zijn eigenlijk verschillende zaken dat je kan doen. Het eerste dat ik je adviseer is, leer die verschillende orkestinstrumenten kennen. De Engelse hoorn heb ik jullie nu al laten ontdekken, voor sommige mensen misschien voor het eerst, maar je hebt zoveel mooie andere instrumenten. Je hebt de fagot, je hebt de marimba, je hebt de basklarinet, er zijn zoveel mooie instrumenten om te ontdekken. Leer ook die structuren kennen die eronder zitten. Wat is een concerto? Wat is een symfonie? Wat is een sonatevorm? Wist je dat elke componist in zijn composities heel strikte regels toepast die heel duidelijk te herkennen zijn? Zeer boeiend om daar iets over te lezen.
Besef ook welke stijl er gespeeld wordt. Is het een klassiek orkest? Is het een romantisch orkest, een hoogromantisch orkest? Er zijn zoveel verschillende soorten orkesten gegaan, van een strijkorkest van 20 mensen tot een grote symfonische bezetting. En tenslotte, leer die oren te gebruiken. Eigenlijk kan je dat trainen, kan je dat leren. Net zoals die Russische poppetjes. Je doet er eentje open en er verschijnt elke keer opnieuw een nieuwe laag. Leer die verschillende lagen kennen. En train je oren om meer gelaagd te gaan luisteren. En dan ga je niet alleen de melodie beluisteren, maar kan je tegelijkertijd ook luisteren naar de tegenzang die verscholen onder de melodie zit. Je zal dan ook aandacht krijgen voor die akkoordenblokken die eigenlijk de structuur dragen. De pijlers die de structuur dragen. En tenslotte heb je die baslijn. Die baslijn die steeds aanwezig is en die de ondersteuning van al de rest doet. Maak ook je hoofd leeg als je naar muziek luistert. Een echte belevenis krijg je als je je echt focust op de muziek en die dopamine laat stromen. Laat maar binnenkomen. En dan ga je ontdekken dat muziek eigenlijk verbinding is. Verbeelding, zingeving, schoonheid en verwondering. Ik hoop dat je een boeiende zoektocht wilt ondernemen om al die zaken een beetje dieper te gaan bekijken. Niet iedereen zal van bij de start de zesde van Mahler fantastisch vinden, maar je kan dat opbouwen, laag voor laag. En dan krijg je daar zoveel voor terug. Hoe ver wil je daarom in gaan? Dat bepaal je zelf. Iedereen bepaalt zijn eigen weg. Dus op u komt het aan.